Hallo, ik ben Ellen van de Facebookgroep Mixed Media Tags en Art Journal. En ik wil jullie laten zien hoe je van gewoon stamperia papier deze mooie achtergronden kunt maken. Dit is een techniek die ik heb uitgevogeld, aangepommeld zoals ze bij ons op de groep zeggen. En je begint met papier, dat ziet er zo uit. En als je klaar bent, is het dit. En er zit een krekkellaagje in en dan krijg je een hele mooie oude patina laag. En dit heb ik uitgeprobeerd in een live op mijn groep en ik wil jullie graag laten zien hoe dat je dat doet. Want het is eigenlijk heel simpel, maar het is ook een ontzettend leuk effect. Dus je begint met gewoon papier. Dit is van een stamperia blok. Ontzettend fijn papier is dat. Deze is van de, ik wou zeggen van de SeaWorld, maar dat is die niet. Deze is van de Alchemy serie. Heel mooi papier, ik werk er ontzettend graag mee. En ja, wat we heel eerlijk zijn, het mooiste papier is van Stamperia. Simpel. Dus je pakt gewoon papier. En daar begin je. Je doet er eerst een laagje overheen. En het laagje wat ik eroverheen doe is Crea Patch van de Action. Maar omdat ik niet graag met zo'n tube werk, doe ik die altijd in een potje. Dus daar doe je eerst een laagje van eroverheen. En het hoeft geen dikke laag te zijn. Het is meer dat je de ondergrond een beetje afsluit. Als je dat namelijk niet doet en je gaat straks met de patina paste aan de gang, dan loopt het helemaal in je papier. En dat is een beetje heel erg zonde. Dus, niet te voorzichtig. Het is gewoon dat er een klein laagje overheen zit om de ondergrond af te sluiten. Je zou dit ook kunnen doen met clear gesso. Dat is ook geen probleem. Maar dit is voor mij gewoon het gemakkelijkste en het is het goedkoopste. En het is zo gedaan. Dit lijkt wit, maar het droogt transparant op. Gewoon een dun laagje. Niet te lang over nadenken. Niet te moeilijk doen. En ik was bezig op mijn groep met een live. En ik weet nooit van tevoren wat ik ga doen. Dus ik was een beetje bezig. En op een gegeven moment dacht ik, goh, als ik dit eens over elkaar heen doe, hoe zou dat uitzien? En zo kom ik tot de meeste werkwijze die ik gebruik, gewoon door aan te pommelen. Gewoon uitproberen en dingen uitvinden en niet aan allerlei regeltjes houden, maar gewoon doen waar jij zin in hebt. En dan krijg je vaak de leukste resultaten. Niet te veel aan regeltjes houden. Natuurlijk heb je wel een aantal regels waar je je aan moet houden, maar in dit geval viel dat goed uit. Normaal heb ik niet zo'n schone ondergrond, maar ik had hem nou schoongemaakt en dan wil ik hem ook schoon houden ook. Vind je het ook leuk om aan te pommelen en dingen uit te proberen? Kom dan gezellig bij ons op de groep kijken. Iedereen is welkom. Dat is een Facebookgroep en die heet Mixed Media Tags en Art Journal. Deze drogen we even. Nou is dit maar een dun laagje, dus het droogt nog wel vrij snel. En als je hem een beetje omhoog houdt, dan droogt hij nog sneller. Want dan kan het vocht er namelijk uit. Ik gebruik de glasplaat van Tim Holtz. En als je een afgesloten ondergrond gebruikt, of dat nou een glasplaat is of een kraftmat, dan trekt het vocht weer omhoog. En dan ben je twee keer zo lang bezig met drogen als wanneer dat je het eventjes optilt en zo doet. Wil je met inkt werken op dit soort papier, dan kun je het beste geen afsluitlaagje erop doen, zou ik zeggen. Want dan blijft de inkt erop liggen. En als het de bedoeling is dat hij in het papier trekt, dan moet je natuurlijk geen laagje Crea Patch eroverheen doen. Ik vind het altijd heerlijk om nieuwe dingen uit te proberen. En vooral eerst niet naar de beschrijving kijken, zodat ik zelf kan uitvogelen van joh, hoe ga ik dit gebruiken. En als je dan wel de beschrijving gaat lezen, dan denk je, oh ja, zo kan het ook.
Maar doe lekker je eigen ding. Het gaat er voornamelijk om dat je lekker met je handen bezig bent in plaats van met je hoofd. Mijn leem is een beetje dik links en rechts. Het is ook niet erg dat hier nou een frotje op zit. Oké. Okay. Nou, dan is je blaadje droog. En dan pak je dit fijne spul. Nee, dit niet. Crackle glaze. Dit zit in zo'n pot. Ja, ik heb hem vaak gebruikt. Dus het is ook een gebruikte pot. Deco Art Media, daar is die van. En je hebt twee soorten van. Crackle glaze en crackle paste. En crackle paste is wit en die blijft ook wit. En crackle glaze die wordt doorzichtig. En het is... Oh, als je langs de rand een beetje spul opzet, dan krijg je de pot bijna niet meer open. En ik heb hem gisteren nog gebruikt. Kun je nagaan. Maar ik gebruik hem heel graag. Zie je. In het begin kon ik er niks mee. Dat ik eigenlijk dacht van, oh my god, wat is dit voor spul? En je moest er eventjes mee leren werken. Want het trickje van dit spul is... Doe je het er te dik op... Dan krekt hij niet. Doe je hem er te dun op, dan krekt hij ook niet. En als je te vaak met je kwast eroverheen gaat, dan krekt hij ook niet. Dus wat je gaat doen, is gewoon niet te voorzichtig een laag crackle glaze eroverheen. Niet te dik, niet te dun. Ik gebruik meestal zoiets van, oh, als ik ga behangen, dan zou ik er zoveel op doen. En dan... Dat is ongeveer de laag die je erop moet doen. Je kunt het ook voelen als het papier wat je aan het bewerken bent, als dat nog te droog is, dan glijdt je kwast niet. Dus je moet net hebben dat je kwast over het papier glijdt, maar het moet ook niet te dik zijn. Dat is echt een kwestie van eventjes uitproberen en kijken wat het doet. En dan leg je hem weg. Dit is te dik. Dan leg je hem weg en dan voor een nacht of een dag. Het ligt eraan hoe laat dat je aan je werk bezig bent. Maar niet met je heat tool of met je craft tool of whatever je ding. Nee, gewoon zo laten drogen. Wegleggen en laten drogen. Ook niet telkens met een vinger aanvoelen. Gewoon wegleggen. Ik moet een nieuw potje bestellen, zie ik. Ik heb die toen op de Crea Doe gekocht, maar eens even kijken waar ze die verkopen, want dat weet ik niet. Gewoon een dunne laag. Zoals je behangplaksel op behang zou doen. Kwast in het water, die leg je een nachtje weg om te drogen. En nu ben ik uiteraard zo slim geweest om dat van tevoren te doen. Ik ben dit filmpje, ik ben al, ik weet niet hoe lang aan het plannen om dit filmpje te doen. Want het is een techniek die ik ongeveer een half jaar geleden heb uitgevonden. Of ja, uitgevonden. Alles is al een keer uitgevonden. Hè? Maar waar ik bij toeval zelf achter kwam hoe dat leuk werkte. En ik heb de hele tijd een filmpje van willen maken, maar het kwam er maar niet van. En vandaag dacht ik... Yes, dat gaan we nu doen. Oké, okay, voor het volgende spul dat je gaat gebruiken, pak je een aantal droge babydoekjes. Die ik hier altijd op liggen. En ik zou je willen aanraden, punt 1, doe dit niet in de huiskamer, doe dit buiten. Want dit spul is echt chisly. Nou, deze heb ik een tijdje geleden dan gedaan. Eerst met Crea Patch en daarna met Crackle Glaze. En deze heb ik laten drogen. En het spul wat ik er nu overheen ga doen, dat heb ik van de Hobbykamer. Dat is een webshop. Dit is PentArt Patina Liquid. Dit is een vloeistof. Het is geen... Ik doe handschoenen aan. Echt joh. Ik heb een schurftekel aan handschoenen. Dat mag je natuurlijk niet zeggen. Ik heb een afschuwelijke hekel aan handschoenen. Maar bij dit, alsjeblieft gebruik handschoenen. Want je krijgt het spul bijna niet van je vingers. Het heeft ook een hele sterke geur. Dus doe het buiten. Of niet zoals ik nu in mijn slaapkamer. Want dat is mijn hobbykamer. Maar patina liquid. Nou. De kwast die je daarvoor gebruikt. Gebruik er ook maar één en dezelfde kwast voor. Want dit wordt gewoon keihard. Ja, en daar is vast terpentine of iets dergelijks voor. Maar joh, ik ben niet zo van de weet ik wat. Nou, om te beginnen. Goed, doe je hier gewoon een
blaadje onder. Wat ik al klaar had liggen. Maar dan vergeet ik mijn enthousiasme. Je doet hier gewoon een laagje overheen. En de hoeveelheid crackle die er in je blaadje komt, dat ligt eraan hoe dik je de crackle glaze overal op had gedaan. Dus op het ene stuk zitten heel veel kleine, fijne cracks. En bij de andere zitten een paar grote en op de rest zit niks. Dat kan. Maar dat maakt het ook net zo. Ik vind het zo leuk om te doen. En je krijgt een heerlijke mooie oude achtergrond. Had je hier nu geen Crea patch onder gedaan. Of clear gesso. Of wat je dan ook hebt liggen. Dan zou dit meteen in je hele papier zijn getrokken. Dus niet alleen in de cracks. Maar gelijk in je hele papier. En dan zie je gewoon de achtergrond niet goed meer. Het gaat wel. En het is ook wel mooi. Maar ik vind het zo zonde. Want je ziet de hele achtergrond niet meer. Van de tekeningen van je papier. Natuurlijk kun je dit met elk soort papier doen. Je hoeft niet per se met stamperia papier te doen. Stamperia, wat je zelf wil. Nou, dit laat ik heel eventjes een beetje intrekken. Tot het goed in die scheurtjes gaat zitten. Eigenlijk had ik er eentje zonder Crea patch moeten doen. Hè? Dan had je dat goed kunnen zien. Ja, vergeet. Ik zet wel even het raamstukje open. Want ik slaap hier. Het raam moet ik zeggen. Niet de raam. Deze is nat. Droge doekjes, hè? Babydoekjes die gedroogd zijn. En dan ga je daar voorzichtig overheen. Je kan wrijven, je kan deppen, wat je zelf wil. Als je gaat deppen, krijg je meer dit effect. Ik vind dit zo een leuk effect. Zie je, dit is echt... Ik wou zeggen troep, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Je moet het niet op je vingers krijgen, je moet het niet in je kleren krijgen. Maar het is zo leuk spul om mee te werken. Hoe lang je erover wrijft, kijk, hier aan de zijkant kun je zien. Ik heb die zijkant niet... gesield, dat daar die inkt echt intrekt. Nou is dat heel leuk als je een gerafeld randje maakt, dus krijg je helemaal dat oude effect. En doordat die glaze erop zit, wrijf je dat die inkt wel in de cracks, maar wrijf je hem ook van de achtergrond af. Ander doekje. Nou, in het begin had ik dit dus niet door. En ik heb echt dagen, ik werk in de zorg, dagen met dat spul op mijn vingers gelopen. Ja, leg dat maar eens uit aan mensen van in de 80. Wat heb jij gedaan? Ja. Mensen weten niet wat crackle glaze is natuurlijk. En op stukjes die je te licht vindt, ik vind het altijd leuk in de randjes van een kaart dat het wat donkerder is. Ik weet ook niet waar ik het voor ga gebruiken. Maar op zich alleen al, ik word hier zo blij van. Ik vind dit zo leuk. Ella, je bent weer helemaal veel te blij. Oké. Ik zal even van dichtbij laten zien, als dat te zien is, in het licht. Zie je al die cracks die erin zitten, die nu vol met dat patina zitten? En, kijk, dus deze kleur is het als je ermee begint. En dan krijg je zo'n heerlijk, lekker... ouderwets patina effect op je papier. En die cracks. En dat bruine vintage kleurtje. Ja, ik word hier echt heel erg happy van. Als je een tijdje laat drogen, worden die cracks nog wat fijner. Dus, look at that. That's cute, right? Yeah. Nou, dat zou ik even laten zien. Draai ik dadelijk weer in een doekje. Dus je sluit eerst het papier af met een sealer. Of de Crea patch van de Action. Of met de clear gesso of wat je waar hebt liggen. Dan de crackle glaze. Die laat je een nachtje drogen. Zodat die cracks mooi vanzelf erin kunnen komen. En dan de patina liquid van PentArt. En ik koop al mijn PentArt producten bij de Hobbykamer. Dat is... Ik word er gewoon heel blij van. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt.
Ik hoop dat je er iets mee gaat doen. Wil je nog meer tips of trucs of heb je verder zelf leuke ideeën? Kom even langs bij onze groep. Mixed Media Tags en Art Journal. En dan kunnen we lekker samen aanpongelen. Fijne dag!